tijdje geleden hadden we het over een studiereis om te organiseren rondom het jonge kind. En toen dacht ik meteen aan Reggio Emilia. Want hier, nu we hier in Italië zijn, komt het ook echt uit. Er zijn zoveel fantastische voorbeelden die we hier al gezien hebben en nog gaan zien de komende dagen. We ervaren zelf hoe het is om creatief bezig te zijn. En natuurlijk leren we van de Reggio Emilia principes, de aanpak. En we kunnen daar in Nederland ook heel veel mee. Ik wilde aan deze studiereis deelnemen omdat ik al 10 jaar lang werkzaam ben op een kinderdagverblijf. Die werkzaam is met de visie Reggio Emilia. Ja, in die jaren willen we al hebben de droom om een keer naar Reggio Emilia te gaan. En toen kwam deze studiereis voorbij. De reden dat ik mee wilde met deze studiereis is omdat wij meer indrukken willen hebben. Onze visie willen verbreden en verschillende pedagogen willen betrekken in onze visie. Ik heb zeker veel ideeën al opgedaan nu. Het is zo dat wij vanuit welzijn kijken naar vooral het programma na school en daaromheen. Maar ook hoe kunnen we vanuit de basisprincipes van het onderwijs waar we aan verbonden zijn, hoe kunnen we dat verbinden met elkaar? Ja, verhelderend. Met name vanochtend hadden we een presentatielezing van iemand die daar al jarenlang mee werkt. Ontzettend leuk. Ik had dit echt voor geen goud willen missen. Het luisteren, het doen. Inderdaad, inspiratie opdoen, wat ik eigenlijk ook aan heb gegeven van luisteren naar dingen is leuk, maar het doen is eigenlijk nog veel leuker. Mijn hoogtepunt in de afgelopen 24 uur is eigenlijk dat wat ik dacht dat het zou zijn, dat het dat ook is. Dus echt aansluiten bij de leefwereld. Eigenlijk gewoon terug naar het kinderniveau, letterlijk en figuurlijk. En vanuit daar ze laten ontdekken en doen, want dat geeft ze denk ik het meeste kracht. Ik zie in het werkveld dat veel kinderopvangorganisaties al werken met een aantal principes vanuit de Reggio. En om dat nog weer mooier neer te kunnen zetten en te perfectionaliseren, moet je inspiratie ophalen uit Italië.